Wat een vreselijke nacht. Ik weet niet wat ik allemaal heb gehoord, maar ik vond het zo, zo raar. Jullie hebben het misschien ook gehoord, ik weet het niet. Maar wat een raar geluid. Zou dat dan die Bigfoot zijn? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik eventjes de politie ga bellen. Want ik wil hier toch wel eventjes verhaal van doen. En dan moeten wij verder met dat gras. Want ik wil hier wel wat van laten weten. Want ik snap dit helemaal niks van. Al die rare geluiden. Al die rare dingen. Dat is toch vreemd. Ik snap er helemaal niks van. Hond, heb jij vandaag niet wat gehoord? Hé. Hey. Vreemd. Die zegt ook al helemaal niks. Nou, laat ik maar eventjes de politie bellen dan. En dan gaan we alles klaarmaken. Want we moeten namelijk en harken. En we moeten een balenpers hebben. Dus dat kost wel wat geld. We kunnen het huren, maar we kunnen het ook meenemen. Of huren of gewoon kopen. Moeten we eventjes gaan kijken. Maar ik wil eerst die politie bellen. Echt waar. Nou, de politie die zal onderweg zijn. Wil ik eventjes op mijn telefoon kijken naar een hark. Ik denk dat deze op zich wel goed is. 30.000 en hebben we nog een balenpers. Maar dan kijken we in principe anders zo meteen daar wil. Maar welke trekker zullen we meenemen? De Nieuw-Holland of de Vent? Ik denk dat het voor het persen dat... Oh, ze zijn er al. Yes, that's right. So, what is the reason you've called the police? Well, I have spoke to Jack in a log cabin by the water. He told me about something about Bigfoot. Bigfoot? Well, I thought I heard him last night. Heard him? What did you hear? Well, loud footsteps and breathing around my house. Okay, that's strange. I will speak to other people around here. Okay, thanks officer. Have a nice day. Oké, heel apart. Heel apart. Maar ze hebben er dus wel... Oké, dit is heel vreemd. Ze hebben er dus meer van gehoord wat hij zegt. En als hij meer informatie heeft, dan komt hij weer terug. Maar ze hebben er dus wel vaker gehoord dat een of andere rare Bigfoot... meneer geval dinges, rare dingen doet. Nou, ik ben benieuwd. Wat ik wel eventjes ga doen... Is namelijk harken. En harken kunnen we op zich wel met de favoriete turbo shift doen. Ik denk dat wij ook eventjes... Want het gras moet er echt vanaf. Want anders wordt het allemaal veel te laat. Ik ga ze eventjes bestellen. En dan laat ik ze ook bezorgen. Want dat is toch wel handig. Dan wil ik namelijk graag deze. Dus ik kort 30.000 euro. Maar dat is op zich geen probleem. Die kunnen we wel kopen. En dan moeten we nog een balenpers hebben. Maar welke moeten we dan hebben? We hebben eentje van Nieuw-Holland. Ja. 49.000 is best wel veel. Anders laten we deze maar huren. Dan brengen we die gewoon later weer terug. Dan wil ik deze graag huren. En dan wil ik ze ook graag even laten bestellen. Dus daar tik ik eventjes in dat we hem kunnen laten bestellen. Of laten afleveren, moet ik zeggen. We hoeven namelijk niet helemaal naar de winkel. Het kost wel wat geld. Maar. Het scheelt wel weer. Nou. De store. De winkel die heeft alles afgeleverd. Die heeft me 1500 euro gekost. Ze hebben alleen een beetje raar weggezet. De hark staat hier. En de ballenpers staat daar. Nou ja, goed. Het zal wel. Zou het misschien leuk zijn. Als we met de International gaan harken. Is dat een idee? En dat we met de Nieuw-Holland gaan persen? Want het is Nieuw-Holland, dus misschien is dat wel genig. Om dat te doen. Als het goed is, staat namelijk de International hier toch? Ja hoor. Zou die dat aankunnen? Ik ben benieuwd. Het is 23 graden, dus is er lekker weer voor. Ik hoop alleen dat hij het aan kan. Het zal wel prettig zijn. Ik ben benieuwd. Laat me eerst eventjes uitklappen, even kijken of ik hem kan trekken. Kan hij dat niet, het maakt op zich niet zo heel veel uit. Dan pakken we een andere trekker. Ik zal even rijden. Maar ik denk dat wel goed moet komen.
Mooi. Gaan we naar het veld, gaan we eventjes lekker harken met de International. Het is mooi weer, het is 23 graden. Prachtig om mooi weer te trekken ervoor. En dan gaan we persen met de Nieuw Holland. Want dat hooide moet namelijk opgeruimd worden. Anders wordt het allemaal wel erg laat namelijk. Lekker. Mooi weer trekken. Ben ik toch blij dat we deze trekker toch hebben gevonden. Maar wie had dat gedacht, joh? Zo rennen we in één keer zo'n trekker daar staat. Maar ik vraag me af wanneer die een politieagent terugkomt. In ieder geval of hij daadwerkelijk ook meer informatie heeft. Dat is op zich natuurlijk ook wel prettig om te weten. Zo, laten we heel eventjes het hek dicht doen. Dat is allemaal net wat makkelijker namelijk. Zo. En dan moeten we die hebben. Ben ik benieuwd. Kijk eens even. Mooi hooi. Ik vind het fantastisch. Maar zo heel veel balen halen we namelijk niet meer. Dus dan is het wel prettig dat we weer wat nieuws hebben natuurlijk. En het gaat mooi zo. Het is allemaal mooi opgedroogd. Maar wat wil je met 23 graden? Dat is een lekkere temperatuur. Niet te warm, niet te koud. Niks te klaar. Maar ik denk dat we die balen er wel eventjes laten staan. Want volgens mij heb ik nog geen platte wagen. Die moet ik ook nog aanschaffen. Een beetje rustig aandoen. Want dat wist ik namelijk ook niet. Maar we hebben, ik heb ze wel zien staan. Die zonnepanelen bij het huis. Die schijnen blijkbaar van ons te zijn. En die leveren ons wat geld. Wist ik helemaal niet. Dat leveren wij aan lokale energiecentrale. Of lokale energiecentrale. Het levert ons wat op. Omdat wij namelijk de andere energie dan niet hoeven te betalen. Voor in huis. Dat is toch ideaal? Scheelt ons weer geld voor de energie. Ik weet ook niet hoeveel het is trouwens hoor. Maar. Dat let ik eigenlijk helemaal niet op. Maar ik weet dat ze er waren. En ik had eventjes in de boekjes gekeken. En het bleek dus dat wij dat we zonnepanelen hadden. Ja, ik heb ze wel zien staan, maar wat ze precies deden. Ja, ik weet wel wat een zonnepaneel is, maar verder. Ja, goed. We hebben in ieder geval dit grootste gedeelte gehad. Oh, pas op voor het hek. Ietsjes achteruit gaan, moet wel die draai kunnen halen namelijk. En dan sluit het hier weer mooi aan. En dan zullen we gewoon op en neer gaan. Zou dat goed zijn? Ja, denk ik wel, toch? En dan beginnen we hier. Mooi, mooi. Lekker, joh. Mooi weertrekkertje. Fantastisch om te doen. Harken met 23 graden op een trekker zonder cabine. Niks te klagen. En nou ja, goed, weet je, we hebben natuurlijk in de Nieuw-Holland hebben we natuurlijk erger hoor, maar ik vind dit wel heerlijk. Zo. En we moeten binnenkort ook eens eventjes kijken wat voor een combine we eigenlijk moeten nemen. Want langzamerhand kunnen we natuurlijk ook gaan oogsten straks. Maar daar moeten wij een combine voor hebben. Maar wat voor een combine? Ja, dat is mij ook even de vraag. Ik weet ook niet wat ze allemaal hebben. Dat weet ik ook allemaal niet. En zover is het nog niet. We moeten natuurlijk eerst dit hooi allemaal naar binnen zien te krijgen. Maar het is wel even na te denken. Want zo heel veel geld hebben we eigenlijk niet meer. Alhoewel, zo'n 40.000 is nog netjes. Maar het gaat harder er doorheen dan dat je denkt. En we hebben natuurlijk wel die zonnepanelen. Maar ja, dat levert volgens mij ook niet zo heel veel op. Dus als wij straks de oogst eruit hebben, dan gaan we dat gewoon lekker verkopen. En dan hoop ik dat we daar iets leuks aan kunnen verdienen. We hebben natuurlijk ook de koeien die melk leveren. Die melk kan natuurlijk opgehaald worden of we brengen het er zelf naartoe. Dat kan natuurlijk ook.
Ik weet ook niet waar we precies dat melk moeten verkopen. Of ze hier een melkbedrijf hebben, of weet ik veel wat, een zuivelbedrijf. Zo lang ben ik hier nog niet. Ah, maar dat gaat goed komen. We gaan eerst eens even dit hooi afmaken. En dan gaan we persen. En dan kunnen wij daar langzaam wat over nadenken, over een combine. Nou, het gaat lekker hoor. Met het harken. Niks te klagen. Lekkere oortjes in, want er zit natuurlijk geen radio in deze trekken. Lekker oortjes in, lekker muziek luisteren op de telefoon. Niks mis. We zijn ook bijna klaar. En dan pakken wij die... die balenpersers eventjes. Dan kunnen we eens eventjes balen gaan persen. En dan laten we die gewoon mooi liggen voor wat het is. En dan ruimen we die de volgende keer op. Hop, al die heuvels hier. Maar het gras ligt er mooi bij. Maar dat stuk hoeven we dan niet te harken, want dan kunnen we gewoon met de balenpers overheen. En het laatste gedeelte. Top! Nou! Van trekken wisselen. Bult aankoppelen, bult afkoppelen. Dan kunnen we balen persen. En hebben we eigenlijk en hebben we wel radio in een trekker. Dat is altijd wel prettig natuurlijk, hè. Zo, hek open. Heb een keer. Nou, we moeten het ook maar een keertje tegen Jake vertellen. Jack, waar was het nou? Jake of Jack? Jack was het toch? Jack, ja. Dat wij rare geluiden hebben gehoord de afgelopen nacht. Maar ik snapte nog steeds niks van. Die rare geluiden. Ja, ik weet niet of dat ook daadwerkelijk Bigfoot is. Maar het waren hele rare en angstaanjagende geluiden. Dus nadat ik dat verhaal heb gehoord, ja, ja, het zou zomaar kunnen. Ik weet het niet. De hark kan hier wel staan. Er staat niemand in de weg. Zo. Pas ook allemaal net hier, hè. Dan zetten we de trekker weer terug. Onder het dak. Dan pakken we die Hollands en dan gaan we persen. Zo. Blam. Die dicht. In een Nieuw-Holland. Dan moet ik via de andere kant instappen. Zo. Balenpers. Ja, die hebben we gehuurd, dus die moeten we eigenlijk ook even terugbrengen. Trouwens, die tank, die mesttank, die hebben wij op lease. Dus die kunnen we even testen en zo. Ik weet ook niet wanneer die terug moet. Maar deze hebben we gehuurd voor een paar uurtjes. Die kunnen we wel gebruiken. Maar die mesttank, ja, dat is een ander verhaal. Ja, deze trekker is ook een stuk vlotter dan die Inze. Maakt niet uit, we komen er wel. Dan beginnen we hier. Ik hoop dat het goed gaat met dat hek. Ik ga weer eventjes dat hek dicht doen. Komt allemaal net wat makkelijk uit. Zo. Een stukje naar achteren. Zo. Nou. Nou is het heen en weer gaan. En proberen niks meer hooi te verliezen. En dan kunnen we het opslaan. Legen dat ding. Radiootje aan. En... gaan. My heart is a war with my thoughts. Oh, and I don't know which side is better. I try to connect all the dots. Oh, to let you in behind my shelter. You could fit into my lap when it's daylight and it's night. I would give away my soul, but is it worth it? I don't know.
I don't know. So stay away. Oh, this word's still echoing inside of me. I don't wanna lead you astray. Well, give me clarity so I can see. You could fit into my life when it's daylight and it's night. I would give away my soul, but is it worth it? I don't know. Zijn er behoorlijk wat, dat kan ik je wel vertellen. Ik weet niet hoeveel er zijn, maar veel. Dus we zouden misschien nog eventueel wat kunnen verkopen. Dat gras wat hier allemaal, of dat hooi wat hier allemaal ligt, dat verrot op een gegeven moment wel. Maar we hebben de hele boel hebben we lekker vol. Toch? Dat is wel een mooie combi zo, toch? Die blue power. Mooi. Zo. Dan brengen we hem terug, het hek laten we gewoon open. Dan is het een beetje tijd voor middag eten, dacht ik zo. En dan gaan we vanmiddag wel die balen opruimen. Maar dat is voor nu is dat niet nodig. En we moeten nog steeds een keertje iets van aan de grond verzetbedrijf halen. Want deze heuvel, dat is echt vreselijk. Een beetje vlakker worden gemaakt. Zet deze ook gewoon hier neer. Breng hem later wel een keertje terug. Staat hij in ieder geval droog als het moet. Hele combinatie staat droog. Mooi! Ah, top. Die kan daar hartstikke mooi staan. Dan ga ik lekker middag eten. Wat een gedoe. Eerst de politie en dan lekker op het land bezig. Maar goed, ik ga lekker eten. Hopelijk heb je genoten. Als het zo is, mag je dan beloonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Een gloednieuwe video. Kalm!